Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbal Stories, het praatprogramma waar gezonde dosis verstand, humor en data samenkomen. Vandaag aan tafel Richard Lynch, onze Wikipedia van voetbal, Todd Aqua, onze kritische criticaster met een kritische blik. En aan de andere kant van de tafel, tegenover mij Giovanni Cebeda, onze data-analyst. Maar vandaag speciaal aan tafel, Segun Owobowale. Ja. Moeilijke naam. We hebben het al een paar keer geoefend van tevoren. Ja. En welkom. Fijn dat je aan tafel bent. Hoe gaat het? Ja, nee, allereerst bedankt dat ik hier mag zitten. En het gaat goed. Mooi, mooi. Goed om te horen. Laten we gelijk beginnen en gelijk gaan kijken van wie jij bent. Want dat is natuurlijk belangrijk voor de kijker. Je begon als jonge jongen bij Voorhout. En je had een droom. Ja. En dat was profvoetballer worden uiteraard. Vertel, hoe is dat gegaan? Ja, ik denk elke jonge jongen wat droomt van een profcarrière. Dus ook zo bij mij. Nou, gewoon gevoetbald bij Voorhout. En eigenlijk begon op mijn 7-jarige leeftijd kwam Ajax al. Toen hebben mijn ouders alle brieven verstopt. Ja. Vond je nog niet klaar? Nee, die zeiden, je bent gewoon nog te jong. Dus achteraf heb ik dat ook wel begrepen. Kon ik ergens een plaatje geven, zeg maar. Maar toen kwamen ze een jaartje daarna weer. En al die brieven nog steeds achtergebleven. En toen was ik uiteindelijk 12. Toen kwam ADO Den Haag en Feyenoord. Nou, toen een stageperiode gelopen en mochten we een stapje maken. En toen maakte je de stap naar ADO Den Haag. Ja. En daar heb je op een gegeven moment een jeugdopleiding doorlopen. En vlak voordat je 16 werd, toen kwam er groot nieuws. Vertel. Ja. Nee, ja, net voor mijn 16e mocht ik mijn eerste contract tekenen. En dat was dan het zogeheten koelkastcontract. En dat was toch wel een beloning op mijn werk. Ik had hem niet aanzien komen, want sowieso was het eerst binnen de hele jeugdopleiding van ADO die een jeugdcontract kreeg, zeg maar. We waren de eerste keer met een groepje van 4 spelers. Ja. Dus het was nieuw. En het was ook nieuw voor de club. Dat was ook in het contract te zien. Maar ik zag het als beloning, dus ik vond het allemaal wel goed. Waar was het aan te zien dan? Nou ja, de bedragen, hoe het was opgesteld. Het kon wel beter zo. Ja, het kon wel beter. Oké, tuurlijk. Ooit moet de eerste keer zijn. En dan is het ook voor een club als ADO wennen en uitzoeken natuurlijk. Ja. Dus dat is begrijpelijk. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat je contract gaat aflopen. Wat gebeurde er toen allemaal? Ja, nee, dat gebeurt er eigenlijk een hele hoop. Want je bent zelf al ver aan het kijken naar nieuwe clubs. Andere clubs zoeken ook contact. En ik had die tijd een contract van 2 jaar plus een optie. Dus in die tijd was ik in gesprek met Utrecht. En eigenlijk heb Adenaag op allerlaatste moment hebben ze mijn optie gelicht. Dat derde jaar toch erbij te doen. Ja, daar ging Utrecht niet door, want die wilde niet betalen. Ja, en in dat derde jaar is een hele hoop gebeurd. Ben naar linksback positie verhuisd. Weinig graag spelen. Niet meer bij Nederlands elftal, al die dingetjes. Dus dan heb je opeens een hele andere wending in je carrière, zeg maar. Ja, want dan komt er natuurlijk het moment dat na dat jaartje het weer afloopt. Ja. En dan kom je uiteindelijk zonder club te staan. Ja, dus dat ik eigenlijk in de zomer soort zonder club. Nou, toen met management en zo gezeten van wat gaan we doen? Nou, die kwamen met kleine opties als Dordrecht, Den Bosch. Ja, daar was ik niet tevreden mee. Toen heb ik eigenlijk een aanbod opgenomen van een andere zaakwaarnemer. En die zei van luister, kan je nog naar een Eredivisieclub brengen en zou je daarvoor openstaan? Toen heb ik over nagedacht thuis. En dat was NEC Nijmegen. En toen toch nog de stap kunnen maken naar NEC Nijmegen. En dan voetbal je daar? Hoe is dat zich uitgepakt? Want... Ja, dat is niet helemaal goed gegaan. ik ben toen voor het eerst op mezelf gewoond. Ik was 18 jaar, als ik het goed zeg. En dat leven was wel heel leuk. Alleen, ja, dan ligt de focus net wat minder op voetbal. Je bent wat meer met de gasten eromheen bezig, met andere zaakjes eromheen. En weinig controle, zeg maar, erop. En dan zijn er heel veel afleidingen en ja... Dan heeft dat ook wel eens effect op je voetbalcarrière, zeg maar. Dus bij NEC de eerste 2 jaar gewoon niet heel veel gespeeld. Wel bij de selectie elke keer mogen blijven aanhaken, zeg maar. Maar ook wedstrijdje jong moeten spelen. En toen elke keer uit de selectie gezet, dan weer teruggekomen. Trainerwisselingen geweest, blessures gehad.
Ook omdat je niet goed oplet op voeding en dat soort dingen. Rust, verhouding was ook niet helemaal oké. Ja, dan zit je gewoon... eigenlijk ben je gewoon niet goed bezig met je carrière. Zeg maar. Je ging er gewoon niet meer goed mee om. Heel jeugdig eigenlijk. Ja, dan heeft dat toch heel veel invloed op de toekomst. En is er dan een moment gekomen dat je dacht van... op deze manier kan het niet meer verder? Nee, ik had het eigenlijk niet echt door. Ik dacht gewoon van, ja, dit is het wereldje. Ik dacht dat ik er eigenlijk al was. En ik had mijn debuut bij ADO natuurlijk al gemaakt. Nou, bij NEC maakte ik ook mijn debuut. En toen dacht ik van, nou, oké, dit is het. En ik moet gewoon lekker door blijven gaan. Mijn kansen komen wel. Maar ik was niet iemand die dan de hele dag in de gym zat en er echt voor leefde, zeg maar. Ik dacht, nou, zo doen de andere jongens het ook. Want je kijkt toch om je heen. En je ziet toch heel veel gasten die doen eigenlijk niet heel veel anders dan dat jij doet. Maar ja, die hebben net al wel die naam gevestigd en ik niet. En dan keer je weer terug bij ADO. Ja, nou, ik heb een tussenstap nog gemaakt. Ik wilde naar het buitenland. Dat ik zei van, nou oké, ik wil weg hier eigenlijk. Ik hoef niet meer in Nederland te spelen. Want ik heb toch een beetje de naam gekregen van talent dat niet is doorgebroken. Toen had ik stage gelopen in Slovenië en daar heb ik kruisband gescheurd. Oh. Daar ben ik tot de later ook tegengekomen bij Fysiolab. Daar revalidatietraject gelopen van een jaar ongeveer. Toen zei ADO inderdaad van, kom lekker weer hier terug. Dan mag je weer fit worden. Nou, en dat is uiteindelijk ook anders gelopen dan ik dacht. Toen kwam er ook weer een nieuwe trainer, was net aangesloten eigenlijk weer bij het eerste elftal. Toen kwam Alan Pardew, ik weet niet of jullie die tijd hebben. Ja, nou, ja. Kwamen allemaal Engelse spelers mee en precies. Het was weer chaos bij Den Haag, zoals het altijd eigenlijk wel gaat. En toen kwam corona ook nog eens. En toen was het eigenlijk einde seizoen en toen had ik ook zoiets van, weet je wat, het is wel even goed zo. Ik ga kijken wat er allemaal bij mij in de buurt speelt. En toen kom je eigenlijk terecht in de Bollenstreek en dan in de tweede divisie. Ja. En dat was bij Noordwijk? Toen ging ik in Noordwijk inderdaad. Ja. Maar iets wat heel opvallend is, je bent natuurlijk van nature een aanvaller. Ja. Maar er waren meerdere trainers die jou een linksback zagen. Ja. Ja, daar was ik niet heel blij mee. Maar zo eentje. Ik denk dat er heel veel zijn inderdaad die dat niet echt op prijs stellen. Maar ja, ik denk dat dat toch een dingetje is. Ik ben heel trots op die positie. Ik was zelf ook linksback. Nou. Hoe komt het je bent natuurlijk aanvaller. Nou, Urbe was vorige week middenvelder. Hoe komt het dat je dan toch het liefst toch voorin wil spelen? Ja, ik denk dat het gewoon vanuit je jeugdigheid al komt, zeg maar. Dat je gewoon, je bent eigenlijk altijd bezig met scoren, met goals maken en verdedigen. Ja, daar kijk je eigenlijk niet echt naar. Dat lossen anderen wel op. Ik heb het zelf ook gehad. Ik ben van rechtsbuiten naar rechtsback gegaan. Ja. En eerst nog een stapje naar rechtshalf. En toen vond ik al het een soort van degradatie in mijn hoofd. Want je wil gewoon niet verder terug als je al op die plek voorin hebt gestaan. Dus ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft. Maar uiteindelijk ook rechtsback geworden en weet je, prima carrière. Maar het is toch iets in je hoofd, moet je even zeggen. Wel opvallend dat hij dat ook uitspreekt. Dat hij, maar dan, dan nu de grote hamvraag. Oh. Als je er nu op terugkijkt, had je dan andere keuzes gemaakt? Ja, zeker. Op dat gebied, hè? Ook op positie. Had je hem dan geaccepteerd? Ja, ik denk het achteraf wel. Want ik denk ADO Den Haag, die had al inderdaad een moment, toen kwamen ze al bij mij van, luister, ik kan als linksback wel hier blijven. Daarom. Toen heb ik gezegd van, nee, dat wil ik niet. Want ik ben gewoon buitenspeler en ik ga verder kijken. Ja, nu achteraf, dan zou je dat wel veranderen, denk ik. En wat was de reden dat ze je linksback zagen? Welke kwaliteiten zagen ze dat je daar goed kon terugkomen? Nou ja, ik voetbalde wel altijd naar voren. Dus dat vonden ze eigenlijk heel interessant. En ook vanuit dus juist een positie achterin. Omdat ADO is toch een beetje een verdedigende ploeg. Vooral in die tijd ook. Nu is het iets anders. Maar ik was wel iemand met heel veel drang naar voren. En ik makkelijk meters maken. Ik kon eigenlijk de hele linkerflank prima belopen, zeg maar. Ja, en daar zagen ze gewoon een soort van een extraatje in. Alleen ik zag dat op dat moment helemaal niet zo. Nee, meer extra meters die we maken. Dus, nee, precies. En en dan nu ben je inmiddels spelend bij AFC. Ja. Zijn die ambities dan naar het betaald voetbal helemaal weg? Of zie jij jezelf nog wel terugkeren? Nee, ja, bij mij zijn die nu wel weg. Dat is wel. Ik ben nu 26. Ja, dat ik heb. Er wel nog een tijdje over na zitten denken, oké, mocht er wat leuks komen, dan sta ik er nog voor open. Maar nu is het wel zoiets van, ik ben mijn maatschappelijke carrière ingegaan, ben naar school gegaan. Dat is nu wel, dat boek is dicht, zeg maar. Je hebt er vrede mee. Ik heb er zeker vrede mee, ja. Dat heb ik eigenlijk wel altijd al gehad. Alleen ik stond er wel altijd nog gewoon voor open van, oké, mocht er wat moois komen, dan is dat goed. Ja. Maar ik ga er niet naar op zoek of zo. Nee. En hoe kijken daarna
Ja, eigenlijk wel logisch natuurlijk. Maar heb je voor je gevoel wel het idee dat je er meer uit had kunnen halen? Ja, nou ja, zoals ik net inderdaad zei, veel meer. Dat zeker. Alleen heb ik spijt van dat niet echt. Want ik heb wel onwijs leuke tijd gehad. En ik heb wel altijd alleen, zeg maar, gewoon gevoetbald voor het spelletje. Ik vond het wel echt leuk om te doen. En dat is wel altijd gebleven, zeg maar. Altijd zo geweest. En dat dus nu nog steeds. Want als ik het niet leuk vind, dan kap ik er gewoon mee. Ja. Maar het is gewoon het leuk spelletje wat er is. Dus vandaar dat we nog spelen. Ja. Ja, dat is aan de ene kant natuurlijk ook wel weer mooi. Ja. Dat hij gewoon echt voetbalt om het spelletje. Ja. En dat, dat je daar dan je plezier uit haalt. Want dat is natuurlijk soms ook nog wel een dingetje bij spelers. Hè? Zeker. Omdat het natuurlijk ook van huis uit heel erg gepusht wordt. Ja. Dus dat is dan ook wel weer mooi. Laten we nog naar even naar je statistieken kijken. Ja. Mooie compilatie. Ja. Mooie foto's van Nederlands elftal, hè? Onder 18 volgens mij. Ja, onder 17, onder 18 inderdaad. Gespeeld, captain bij onder 18 geweest zelfs nog. Nou, mooie spelers mogen spelen. Noem ze allemaal op. Abdelak Nouri, Donny van der Beek, Steven Bergwijn. Het zijn toch een beetje de grote namen, wel vooral toen die tijd. En die zie je nog steeds wel. Je ziet Aden Haag inderdaad debuut dan mogen maken op 17-jarige leeftijd. En, ja, mooie herinneringen. Prachtig. Zeker. Nou, je statistieken, hè? Daar word ik dan weer altijd heel vrolijk van. Ik ga van statistiek. Ja, de stats. En toen ik naar jouw statistiek keek, allereerst naar je heatmap. Zag ik al meteen, jij speelt echt op veel posities. Linksback, 8%. Rechter middenvelder zag ik ook, rechtsbuiten, rechter hangende middenvelder, linksbuiten. Nou, die grote blauwe stip is de positie waar je het meest van speelt, volgens mij. Linksbuiten. Ja, dat klopt. Zeker. Maar we hebben weer een veelzijdige speler, jongens. Ja, hier aan tafel. Hè? En wat je zegt, langs die flank. Ja, nee, het is inderdaad wel die flank. Het is gewoon flank. Ja. Ja, veel posities gespeeld inderdaad. Misschien had je die heatmap eerder moeten zien, hè? Ja, dat was het misschien wel duidelijk geweest. Ja. Maar laten we ook even de beelden van hem bekijken. Kijk wat voor leuks we eruit kunnen halen. Steekpaas. Leuk om terug te zien? Jawel, altijd wel leuk om ook oude beelden wel weer terug te zien. Ken je al deze beelden van jezelf? Jawel, ook wel. Ik vind het wel leuk namelijk om beelden te kijken. Ja? Dus ik kijk meestal ook gewoon al mijn wedstrijden wat terug. En ja, sommige wat vaker, omdat er wat leukere momenten in zitten, zeg maar. Maar het is altijd leuk om te zien, zeker. En hebben jullie bij AFC ook videobeelden die je analyseren? Ja. Hoe gaat dat? Ja, we hebben twee keer in de week hebben we momenten. Dus we starten eigenlijk al op de maandag kijken we wedstrijd terug. En op de, moet ik het goed zeggen, woensdag dan kijken we voor de volgende wedstrijd. En dan gaan we het klaarzetten voor 11 tegen 11 en noem het allemaal op. Dus, en dat gaat soms heel kritisch. Ja, geef eens een voorbeeld dan. Ja, als je iets niet uitvoert, dan worden gewoon namen genoemd, zeg maar. Ja, en dat is bij iedereen wel een beetje verschillend. De ene naam wordt wat vaker genoemd dan de ander, maar je weet zelf waar je aan toe bent, zeg maar. Maar dat resulteert erin dat jullie zo hoog staan? Daarom staan we eerst, ja. Ja. Dus het heeft wel zijn uitwerking? Ja, nee, het heeft zeker een toevoeging. Top. Dankjewel voor je verhaal. Nee. We gaan doorpakken. Allereerst voor de kijkers, vergeet niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Druk het belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer er iets online komt. En volg ons op ons Instagram-kanaal. En dan gaan we door naar de terugblik.
gaan door naar de nabeschouwing. Hierin gaan we terugblikken op de wedstrijd van afgelopen vrijdag. Frankrijk-Nederland, een deceptie. Maar voordat we inhoudelijk gaan praten, laten we eerst even kijken naar de laatste 21 wedstrijden van het Nederlands elftal. Waarin Louis van Gaal zijn eerste wedstrijd tegen Noorwegen instapte. En natuurlijk zijn laatste wedstrijd tegen Argentinië, die pas na strafschoppen verliest. En dan de eerste wedstrijd van Koeman. Pijnlijk. Ik zie veel vinkjes. Ja. En veel handjes. Handjes betekent gelijkspel. Ja. Ja, je zei het net al, het was een deceptie. Ik ging er erg voor zitten. Ik ging er wel vanuit dat ze zouden verliezen, maar dat het zo erg zou worden, dat had ik niet verwacht. Waarom niet? Nou, ik dacht niet dat het zo snel al gespeeld zou zijn. Na 2 minuten sta je achter, na 7 minuten is het al 2-0. Na 20 minuten kun je die joystick al inleveren eigenlijk. Ik had gehoopt, maar misschien was het ijdele hoop, dat het er anders uit zou zien. Qua teamspel, aanvallend. Aanvallend hebben ze weinig gebracht in mijn ogen. Dus ja, wat ik zeg, misschien was het ijdele hoop, maar ja. Maar doen deze statistieken niet weer zien? Het beeld, creëert dat niet het beeld dat Van Gaal weer een heleboel heeft verbloemd? Ja, is zeker zo. Is zeker zo. En hij gaf al aan dat hij dit systeem, wat hij speelde, ging spelen omdat hij vond dat er geen buitenspelers van het niveau van wereldklasse was, zoals hij dat noemde. En dat kon je tegen Frankrijk bijvoorbeeld weer zien. Dat je vrij weinig creëert, dat Koeman dat moet omzetten. Weghorst erin, Memphis naar links, Taylor eruit, Simons naar middenveldpositie om iets meer te gaan creëren. We hebben het hier al vaker over Berghuis gehad, dat hij voor dat niveau ook gewoon te weinig brengt. Dus ja, hij heeft een hele hoop verbloemd en dat werd in Frankrijk pijnlijk duidelijk. Maar ik denk niet dat het aan het systeem ligt, want heel veel mensen denken dan gelijk weer, oh, we hadden toch naar de 5-3-2 moeten gaan. Maar als je 5-3-2 speelt en je maakt zulke fouten, verlies je ook deze wedstrijd. En als je 5-3-2 speelt, heb je juist weinig mensen voor de bal. Dus hoe wil je dan kansen gaan creëren? Nu heb je juist heel veel mensen voor de bal, veel mensen in de 16. Het spel was gewoon niet goed genoeg. En dat was het. Het spel was gewoon niet goed genoeg. Als je die fouten eruit haalt, ja, dan krijg je een hele ander soort spel. En op een gegeven moment is wat Richard zegt, na 21 minuten was de wedstrijd al gespeeld. Tegen Frankrijk. Ja, dan kan je voetballen wat je wil. Dat maak je nooit goed. Maar als je dan kijkt naar, nu kijken we alleen naar Nederland, maar als je dan naar Frankrijk kijkt, want die speelde gewoon op max 60%. Ja, dat was het ook. En vaak is het ook gewoon met de Franse elftal dat ze gewoon inzakken. En nu gingen fouten verstijgingen heel snel. En dan zie je gewoon dat ze vanuit eerste verstelling gelijk naar de vierde verstelling schakelen. Ja, dat is de Deschamps-bal, hè? Ja. Dit is waar Frankrijk ook op wacht, weet je. Ja. Inzakken. Natuurlijk, voetbal kan niet zonder fouten van de tegenstander, maar zij wachten op het foutje. En binnen 20 seconden kan Silas de bal uit het netje raken. Maar laten we de stats alvast er even bij pakken. Dan... Ja, pijnlijk. Nederland meer balbezit dan Frankrijk, maar Frankrijk effectiever. Ja. Wat zegt balbezit dan eigenlijk? Niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Want voetbal wordt beslist vaak op momenten. En de momenten, ja. Nederland gaf niet thuis op de momenten. En Frankrijk wel. En ja, daar hebben ze gewoon optimaal van geprofiteerd. Maar dan weer terug naar de vraag. Hè? Want die 4-3-3 is constant in discussie. En niet zozeer in het land zelf. Maar er zijn wel nu een aantal bekende iconen in het Nederlands voetbal die het in twijfel trekken. Ja. En ik trek het ook in twijfel. En niet zozeer omdat we de spelers niet hebben. Maar omdat ik vind dat het voetbal heel erg veranderd is. En tegenwoordig ga je kijken, wat kan je tegenstander? Mm-hmm. En wat heb je nodig om dan je tegenstander te bestrijden? En dan kan je niet altijd vanuit de 4-3-3 spelen. Ja, ik snap heel goed wat je zegt, Luciano. Maar nu wordt het heel makkelijk, omdat je dan met 4-0 eraf gaat. En op de WK ga je de eerste 3 wedstrijden door, maar tegen wie voetbal je? Ja, nee, tuurlijk. Maar met peren vergelijken. Nee, tuurlijk. Maar het gaat er niet om of je goed voetbalt. Het gaat erom, haal je resultaat. Ja, kijk. En
ik vind wel dat we buitenspelers hebben. Want Malen, die vindt gewoon goed in. Nou. Die viel gewoon goed in. Nee, als je die drie fouten die maakt, heb je een hele ander soort wedstrijd. En dat doe je gewoon mee. En dan wordt het... Dat zijn de wetten van de voetbal. Op een gegeven moment gaat Frankrijk daar heel anders spelen, omdat het dan te lang duurt. Het staat nog 0-0. Maar nu staat het 3-0 na 20 minuten. Twee vingers in de neus. Ze hoeven niks te doen. Wat het ook is, is dat Koeman zichzelf, denk ik, deels in zijn vingers heeft gesneden. Want hij gaf bij zijn eerste persconferentie aan, we gaan weer terug naar 1-4-3-3. Ja. Ondanks dat je nu een aantal mensen hebt die hadden afgezegd met De Jong en Bergwijn. En daarna de wel of niet Kip Kerrygate. ja, met mensen die afwezig zijn. Ja, je mist dan toch veel spelers. Maar hij wil dan toch blijven volharden in het systeem met drie aanvallers. Terwijl ook had kunnen zeggen van we missen nu te veel man. Ik had een x-aantal, misschien 3 of 4 jongens die weg zijn. Had ik willen opstellen. Ik ga het even iets anders aanpassen. Of iets anders neerzetten. Dat zou geen schande zijn, dat zou iedereen begrijpen, maar... Maar is het daar niet mee eens? Waar ligt voor zijn oplossing dan? Het zou zeker geen schande zijn, maar je kan niet een week lang of 2 weken lang op 4-3-3 trainen en dan de dag voor de wedstrijd opeens veranderen van systeem. Dat ben ik met je eens. Ze hebben het gedaan, dat maar niet onder Koeman. Dus op een gegeven moment zijn de duidelijkheden zijn weg. Dat ben ik met je eens. Vastigheden zijn weg. Dus hij denkt, nou ja, ik heb een redelijke team ontstaan, dus ik ga gewoon 4-3-3 spelen. Maar ze maken gewoon fouten. Ja. En dat is het. Maar, is gewoon zwart-wit. Maar dan wil ik er nog wel iets op zeggen. Tuurlijk, ze maken fouten. Maar dwingt Frankrijk dat dan ook niet een beetje af? Ze zetten helemaal geen druk. Die eerste goal ook niet. De bal, Timber, die dribbelt in. Die speelt de bal naar Berghuis. Berghuis kaatst hem terug op de rood. De rem neemt hem verkeerd aan. Hij neemt hem gewoon verkeerd aan. Taylor wilt, op dat moment wilt hij herstellen. Het gebeurt niet. Boom. Ze staan dicht op een 16, boom, boom, boom. 2 paasjes, go. Dus wat wil je mij nou vertellen? Maar dat is misschien ook wel de angst in de aanwezigheid van de fysiek sterke jongens. Nee, tuurlijk. Taylor krijgt de kans op dit moment. Ja, hij doet het niet goed bij Ajax. Dus de trainer die gaat niet Ajax en Nederlandse elftal vergelijken met elkaar. Hij denkt, nou, dit is Nederlandse elftal. Je krijgt nu de kans. Laat maar zien. Hij is door het ijs gezakt. Maar waarom? Maar dan, kijk, zoals jij het nu zegt, hè. Ik vraag me dat af, want waarom krijgen dan bepaalde andere jongens die kans niet? Ja, dat is de trainer. Hij ziet het zo. Maar wie zou de kans moeten krijgen? Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe het bijvoorbeeld met Gravenberch in zijn verloop is gegaan. Die kreeg constant de kans niet, ook toen hij het goed deed bij Ajax. Hmm. En dan een Taylor die in de Champions League door het ijs is gezakt. Wel weer een andere trainer, hè? Tuurlijk. Maar die door het ijs is gezakt in de Champions League, in de competitie door het ijs is gezakt. Die wordt dan alsnog geselecteerd. Klopt. Ja, maar dat is wat ik vandaag ook met mijn stelling zei op onze Instagram-pagina. Ik vind dat Koeman gefaald heeft met 1 het oproepen van Taylor, 2 het opstellen van hem en 3 na een half uur een soort van breken van kom er maar af, het is genoeg geweest. Want hoe kijk jij daar tegenaan, Shiki? Ja, nee, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Ik denk inderdaad dat Koeman daar gewoon een fout heeft gemaakt. Ik denk dat je zo'n jongen misschien iets te vroeg al brengt of wil pushen. Ik denk vooral in zo'n grote wedstrijd dat je niet zo iemand opeens voor de leeuw moet gooien. En ook eigenlijk ook helemaal niet, omdat hij helemaal niet in vorm is. Maar ik denk dat er nog veel meer spelers zijn eigenlijk die ook zeker niet in vorm waren. Zeker. En dat mis je denk ik ook volledig in zo'n wedstrijd. En dan is het uiteindelijk gewoon kwaliteitsverschil, zeg maar. Ja. Maar wat jij net eigenlijk al zei, je komt veel tekort. Ja. Maar als je ziet wat Taylor heeft gedaan, die heeft gewoon in de Champions League gespeeld. Dus Koeman denkt, nou ja, internationaal niveau, ik ga hem de kans geven. Ja, dat zegt hij alles. Niet eens. Lijkt mij niet tegen Frankrijk het moment dat je mensen kansen gaat geven. Wie heb je dan op dat moment nog dan? Want er zijn 4, 5 spelers die waren er niet. Wie heb je dan op dat moment? Gravenberch wil je zeggen. Of Wiever. Gravenberch heeft in ieder geval... Ja, Wiever, die was niet ook zo... Maar Gravenberch in die zin heeft in ieder geval wel dat niveau in de benen. Ja, maar het is niet als in 6 poolwedstrijdjes. Nee, hij heeft 4 jaar lang Europees gespeeld. Waarom? Dat is wel raar ook dat... Omdat hij in eerste instantie bij Jong hebt gezeten. Dat hij er niet bij zat. Dat je hem dan in de basis zet. Maar nu gaat het erom, wat heb je nodig? Ja. En als jij gebruikt wat je nodig hebt, is het heel verklaarbaar om dan zo'n keuze te maken. Ja, maar goed. Ja, maar anders had hij er in eerste instantie al bij gezet als hij wist wat hij nodig had, toch? In mijn ogen. Ja maar toen was die Kip Kerrygate nog niet. Nee, maar als hij zeg maar zo overtuigd was van zijn kwaliteiten.
op dat moment. Ja, wellicht. Ik heb hem nodig, dus dan zit hij erbij. Nee, want toen was iedereen er nog. Dan zat misschien iets anders in zijn hoofd. Ja, oké. En nu komt die Carrygate, mensen vallen weg. En het switcht. En hij moet switchen. En maar hij gaf ook aan, hij wil alles dubbel bezet hebben. Dus, ja. Want de Vrij heeft er nu voor gekozen om weer naar Milan terug te gaan. Omdat hij zijn kans op speelstijd toch zag slinken. Dus hij dacht van, ja, weet je, was leuk voor de eerste wedstrijd. Maar nu ga ik gewoon weer terug naar Milan. Ja, ja, tuurlijk. En Simons op rechts was achteraf ook geen goede keuze. Want hij voetbalt gewoon met zijn rug naar de... Of met links. Hij voetbalt met zijn rug naar de goal. Weet je, en dat... Ja, dat je creëert op dat moment gewoon niks. Want op een gegeven moment zie je Depay, gaat naar de links. Hij krijgt de bal, hij draait gelijk met zijn gezicht naar de goal. Dat is het verschil. Ja. En ik vind dat die experiment met Simons op de linkerkant heeft gefaald. Op het middenveld was hij veel beter. Ja, je zag hem later inderdaad. Precies. Toen kwam hij veel meer in het spelletje. Want laten we even verder kijken ook. De verschillende opstellingen. Hoe Koeman heeft lopen switchen natuurlijk. Omdat hij moest bijschaven. En inderdaad, op een gegeven moment Simons op 10. Toen kwam hij wat meer uit de verf. Ja. Of dat helemaal, ik bedoel bij PSV speelt hij ook op links en Europees ook gewoon op links. Dus ik denk niet dat per se daaraan lag. Ik denk dat het ook te maken had met zijn tegenstander. Oh, ook, zeker, zeker. En het feit dat er geen dynamiek bij Nederland was. Dus je voetbalt constant uit stilstand. Mm-hmm. Dus dan kom je ook constant in het duel terecht. Ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want nogmaals, toen Depay daar ging spelen, als hij de bal kreeg, is gelijk met je gezicht draaien. Ja, ja. Simons is gewoon geen buitenspeler. Depay heeft vaker aan de zijkant gespeeld. Dus van nature is dat gewoon wat makkelijker voor hem. Ja, oké. Ja, ik vind het gek, want hij speelt voor mijn grootste gedeelte bij PSV op de flank. Ja, maar je gaat PSV vergelijken met een Nederlands elftal tegen Frankrijk. Ja, dat is een hele andere soort dynamiek. Ja, het is net als op je training speel je de pannen van het dak. En in een grote wedstrijd raak je geen pepernoot. Ja, waarom? Het verschil in druk is anders. Ja, en het verschil in kwaliteit is ook gewoon anders. Met spelers tegen wie je speelt. En met neem ons even mee in de beelden. Ja. Zoals ik al hier zei, hier Timber die dribbelt in. Die speelt, eigenlijk moet hij de bal naar Simons spelen tussendoor. Maar hij speelt Berghuis in. Berghuis die kaatst hem. En hier neemt de Rommel verkeerd aan. En Griezmann, die ruikt dat. Eigenlijk een drukzetmoment. En met twee paasjes zijn ze gewoon in de 16. Omdat het gewoon verkeerd staat. Hier aan de rechterkant een vrije bal voor Frankrijk. En Griezmann die draait hem heel scherp in. En ja, dit is gewoon een keepersfout. Weet je? En hier Geertruida ook. De bal gaat niet naar de buitenste, ook niet naar de binnenste. Dus tussendoor. En Frankrijk die ruikt dat weer. En ja, ze schakelen razendsnel om. Met 4-5, nu doet het iets langer. Met 4-5 paasjes komen ze door. Je ziet ook geen druk van de Nederlandse elftal. En hier, 2-3 man op 2 mensen, die heeft hem en niemand heeft hem uiteindelijk. Dat was wel een hele slimme overstap. Hier Taylor bal kijken, heeft geen flauw idee waar die staat. Ja, moet openstaan. Goman, volgens mij wordt ingespeeld, speelt hem naar de rechterkant. Koundé geeft hem voor en dan ontstaat er weer een kans. En hier is het juist andersom. Ja, Konaté moet eigenlijk doorschuiven, waardoor hij die bal dan kan krijgen. Maar Nederland die voelt dat aan. Simons geeft druk. De bal gelijk in de 16 en hier creëer je weer een kans. Hier ook weer hetzelfde. Taylor heeft geen idee wie er allemaal in zijn rug staat. Druk van 3 middenvelders. Ja, en hij komt er gewoon nu uit. En op een gegeven moment ontstaat er hier weer een kans. En hier hetzelfde. Hier moet Memphis Depay of met zijn linkerbeen de buitenste speler inspelen. Ja? Of hij stapt hem een stukje terug. Maar hij speelt hem hier weer verkeerd. Het is een persoonlijke fout. En precies hetzelfde. Mbappé, die ruikt zijn kans en die bal vast en die peert hem zo erin. En dit is gewoon een wedstrijd van... Dit zegt gewoon nog over de wedstrijd van Depay. Ja. Hij kijkt naar de bal op dit moment, niet naar de keeper. Weet je, de keeper ziet al dat hij de bal naar de rechterkant gaat. En op een gegeven moment moet je omhoog kijken van... Hey, de keeper gaat naar links, dus ik schiet hem in een rechte hoek. Maar in plaats daarvan blijft hij naar de bal kijken en de keeper had hem al gezien. Dus ja, het waren gewoon fouten van Stijn. Als je dat eruit haalt, heb je een hele ander soort wedstrijd. Eens, sowieso. Dat sowieso. En dat heeft met kwaliteit te maken. Ja, ja. Want we hebben daar nu, zeg maar, op basis van dit hebben we ook weer wat data natuurlijk verzameld. Mm-hmm. Ja, want ik wil het wel met jullie over de oplossing hebben. En de oplossing heb ik nog niet echt gehoord, maar Frankrijk, die had wel 418 pasen, waarvan ze 371 succesvol verstuurden. Nederland had dus meer balbezit. En wat eigenlijk Frankrijk deed,
was eigenlijk Timber, Van Dijk en Geert Truijda veel in de bal krijgen. En nou ja, veel balbezit van Nederland, maar niet echt de spelers in de derde zone of derde fase van het veld te krijgen. En je miste natuurlijk wel Frenkie de Jong. Ja. Maar iemand die op dit moment niet veel bij Bayern speelt, Daley Blind. Daley Blind en Frenkie de Jong zijn heel belangrijk om die pasen in het derde gedeelte van het veld te krijgen. En ik zal jullie hier op de volgende sheet eerst met Kenneth Taylor laten zien waar hij in ieder geval met zijn pasen alleen maar pasen speelde. Terug naar Van Dijk, terug naar Ake, Geert Truijda. En eigenlijk de enige optie die hij gaf was naar Xavi Simons. Als je dat bij Frenkie zou zien, die speelt de bal naar Depay 10 keer. Die speelt de bal ook naar de linksbuiten of de rechtsbuiten. En Taylor is de enige vooruit van Xavi Simons. Marten Drom moet het daar ook niet van hebben. Speelde eigenlijk ook veel pages terug en breed. Maar eigenlijk het probleem was de opbouw. Gedrag en balbezit. Ja. Van Dijk, die in ieder geval de meeste pages verstuurde. 97% kwam aan. Ze waren ook vooruit, die kwamen ook aan. En de pasen in het derde gedeelte van het veld, 4 van de 4, kwamen ook aan. Ze deden gewoon wat hij moest doen. Maar De Roon en Taylor, daar zie je oranje vakjes. Taylor was gewoon niet goed genoeg. Paasnauwkeurigheid van 81% is te min. Ja. Die van Frenkie zit op 95%. Dus dan heb je daar gelijk een pijnpunt te pakken. Ja. Maar Ake, die speelt altijd een voldoende. Speelt altijd de bal in de juiste kleur. Speelt ook vooruit de bal in de juiste kleur. Maar wat viel mij bij Ake op? De paas naar het derde gedeelte van het veld. Hij speelde op 5. 2 kwamen aan. 40% kwam maar aan. Daley Blind wordt vaak door iedereen eigenlijk dat hij niet meer bij Ajax in de baas speelde of bij het Nederlands elftal. Maar Van Gaal en Ten Hag zagen toch wat in hem. Mm-hmm. Die ballen in het derde gedeelte van het veld. Ja. Die mis je nu. Ja. Van Frenk en van Blind. Ja, bij Daley moet je een afweging maken. En bij Daley is het of je hebt voetballend een extra en verdedigend iets minder. Ja. Of je hebt verdedigend iets meer, maar voetballend iets minder. Wow. En die afweging is die je met Daley constant moet maken. En dat is denk ik een hele zware keuze voor een heleboel trainers. En daar hebben trainers als Ten Hag en Louis van Gaal geen problemen mee. Het verschil is veel te groot. Ja. Verdedigende aanvallend. Ja. En bij Ake vind ik dat het iets dichter bij elkaar ligt. Klopt, hij speelt altijd een 7 minimaal. Ja, precies. Dus dan zou ik... Maar het viel me wel op. Ja. Paas in het derde deel van het veld. 40% ja. kwam aan. Ja. Wat je bij Blind vaak is dat hij passes uitstelt. Dus hè, hij krijgt druk. Toch niet spelen. En dan op het laatste moment speelt hij omdat iemand dan vrijkomt. Op het laatste gedeelte van het veld of op het derde gedeelte van het veld. Ja, dat is wel echt een kwaliteit. Ja. Ja. Nee, maar dat is waar wat je zegt. Het is wel grappig om te zien zo. Maar er is werk voor Koeman aan de winkel. Dat is één ding wat duidelijk is. Nou, en wat ik wel minder vond is... hij had gelijk Geert Truijda van het rechts moeten spelen. Dus rechtsback. Want vaak wat je zag was... dat als ze op gingen bouwen, die twee centralen, Geert Truijda stond heel dicht bij Van Dijk. Van Dijk. Vond ik ook. Waardoor Depay, Mbappé, niet hoefde te pendelen. Nee. En toen Timber daar ging spelen, ging hij echt een punt bij de 16. Ging heel groot staan, waardoor het voor een spits heel moeilijk is te belopen. En dat zag je, en dat was heel... Maar bij Feyenoord doet Geert Truijda dat toch wel? Ja, nou ja. Bij Feyenoord. Zal dat toch zenuwen zijn? Ja, ik denk het. Bij Feyenoord doet hij dat ook. Maar hier, het viel gewoon op. Het viel mij op. Hij stond heel dicht bij Van Dijk te spelen. Maar hij kreeg ook wel. Hij kreeg wel gelijk meteen een zware legacy. Ja, klopt. Om te debuteren. Nee, maar ik vond hem trouwens niet slecht spelen. Nee, als back speelde hij. Nee, als back herpakte hij zich zeker. Ja. Maar ook in zijn passing. Je liet het net in de beelden zien. Ja. Dat zijn normaal 100% paasjes voor Geert Truijda. Ja. Hij is zo zuiver in zijn passing. Ja. En in de eerste helft, eerste gedeelte dat hij centraal speelde, leek dat opeens weg. Ja. Ja. Dus ja... Het is zeker toekomstmuziek. Ik denk dat er echt veel meer in zit. Ja, zeker. Zeker. Maar we hebben nog wel een lange weg te gaan. Ja. Dan gaan we hier afronden met de terugblik. En gaan we er weer even tussenuit en zijn we zo bij jullie terug.
We gaan door naar de Data Challenge, waarin Giovanni Sabeda ons mee gaat nemen. En dit keer de tweede divisie van Nederland in. Inderdaad, nog niet eerder gedaan in de talkshow van Football Stories, de tweede divisie. We focussen ons voornamelijk vaker op andere competities, top 5, eredivisie, et cetera. Maar toen kwam jij aan tafel, ja. Tweede divisie, die data is ook beschikbaar. Dus ik dacht, why not? Ja. En ik ben in ieder geval blij dat je aan tafel zit. En ook net naar aanleiding van je gesprek met Evo voorstellen over je positie, linksback. Ik hoop dat ik je nog enigszins kan overtuigen als het gaat om de positie. Maar volgens mij heeft hij net ook al aangegeven dat als hij dat eerder had geweten, dan had hij dat ook aangegeven. Dus op deze foto zie je toevallig drie andere linksbacks, zeg ik expres erbij. Daar gaan we het over hebben. Slijngaard, een vriend van jou. Ja, ja. Daar gaan we het ook over hebben. Maar in deze data channels proberen we altijd in 15 minuten, in dit geval vandaag, in de tweede divisie, zoveel mogelijk te vinden. En te weten te komen. En met name vandaag dan over de linksbacks, wingbacks. Ja. Je bent zelf een aanvaller. Maar kijk, de laatste wedstrijden, die waren eigenlijk al... Tot gisteren stond je rechtsbuiten. Gisteren stond je rechtsbuiten. Gisteren op 10. Maar okay. Normaal had het inderdaad, kom ik of op de wingback positie te staan. Omdat we 5-3-2 spelen. Dus ja, dan, Ik zie wel een wingback in jou. En geen linksback. Ik was zelf linksback bij Quick Boys. Speel je ook tegen in de kompen. Maar je hebt echt wel een interessant profiel, waar je ook als wingback in ieder geval aan de slag zou kunnen. En dat ziet volgens mij de trainer van AFC ook. Die zag dat ook, ja. Dus het creëren van aanvallen door middel van pasen, dribbels, schoten. Nou ja, we gaan er kijken. En ik ga eerst twee definities uitleggen die eigenlijk niet bekend zijn. En die eigenlijk ook iets kunnen zeggen over jouw rol als wingback. Eén is progressive passes. En de Opta definieert dat als volgt. Dat je een paas geeft die minimaal 30 meter is, waarmee je openingen creëert. De crosspass wordt ook wel vaak genoemd. En progressive runs, dat is ook een metric die door Opta wordt gedefinieerd. Dat je minimaal 10 meter... het veld indribbelt, dus echt linies kan doorbreken. Ik heb wat beelden van je gekeken en volgens mij kan jij dat ook heel goed. Als dribbelaar. Dat zijn ook kenmerken die in het hedendaagse moderne voetbal steeds meer nodig zijn. Gisteren bij Oranje zag je dat bijvoorbeeld niet. Nee. Dus ik heb alle linksbacks van de tweede divisie bekeken. En je ziet aan de linkerkant, dus progressive passes, de definitie waar we het net over hebben gehad. En aan de onderkant is de progressive runs. De spelers die in het oranje gedeelte zitten, dat zijn de spelers die eigenlijk voor verbetering vatbaar zijn. Kijken als we naar Cody Klaver van AFC, die een vaste waarde is in jouw team. Ja. Die heeft dat misschien iets minder, maar die zit net op het randje. Jij zelf zit in het lichtgroene gedeelte. En dus met andere woorden, doorbreken van linies, kom jij in dat vakje terecht. Ravensbergen komt in het felgroene gedeelte van Katwijk. En Addo van Volendam komt in het felgroene gedeelte. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar de spelers die in dat gedeelte komen. Ja. Je bent 26, nog steeds potentie. Hoe zie jij dat zelf? Ja, ik denk dat je altijd kan leren en kan groeien, dat altijd. Alleen, voor die positie, dan blijft het blijft een beetje een dingetje. Nee, maar ik zie mezelf daar wel ongeveer staan, zeg maar ook. Dat klopt wel. Wie weet, ik ga je volgen, in ieder geval op dit seizoen. Ja. Dan gaan we kijken hoe je verder ontwikkelt. Maar laten we eerst kijken naar die van Vernon Addo. Ken je die toevallig? Nee. Niet? Nee. Ja, het was tegen gespeeld, maar ik kende hem niet persoonlijk, zeg maar. Dat niet. Ja, het zijn allemaal jonge jongens natuurlijk. Ja, hij is 17 jaar. Speelt of op 4 of op 5, kan naar beide posities. Hij heeft ook een heatmap langs het lijntje. 17 jaar viel me op dat hij een van de jongste spelers is in de tweede divisie. Komt echt uit de Volendam, in ieder geval jeugdopleiding en bij Hollandia gespeeld en speelt nu bij Volendam 2. Is een jongen met potentie. Wel nog 0 assists en 0 goals. Als linksback is dat natuurlijk ook minder belangrijk. Nou.
En dit is dan een andere speler. Die moet hier, hij staat hier met een Quickboy shirt, maar hij speelt nu bij Katwijk. Ja. Die is wel bekend? Die is bekend, ja. Zeker. Een van de betere? Ik denk wel een van de opvallende backs in de competitie, ja. Ja. En waarom valt hij op volgens jou? Ja, door het loopwerk wat hij veel laat zien. Hij dat speelt, heb je toch ook? Ik heb dat ook, ja zeker. Alleen... Hij gebruikt het meer. Hij gebruikt ik denk dat hij gewoon echt van zijn kracht moet uitgaan dat het alleen lopen is, zeg maar. En ik vind het ook wel leuk om lekker met iemand een beetje 1-2'tje te zijn. Een beetje tikken gewoon, lekker ballen. En hij is gewoon zakelijk. Ja. Check. Nou, hij heeft dus een gevoelige overstap gemaakt. Ik heb zelf bij Quickboys gespeeld 3 jaar. En Quickboys Katwijk zijn altijd hele grote wedstrijden. En als je die overstap maakt. Dan worden ze volgens mij niet blij. Maar hij speelt daar nu. En ik ga jullie even een aantal linksbacks dus laten zien die we net op het plaatje zagen. Slijngaard, Cody Klaver, Ravensbergen, Martis van IJsselmeervogels, Ardo van Volendam. En jij bent, ik mag je gewoon Segun noemen? Ja, zeker. Helemaal aan de rechterkant. Wat opviel als allereerst, hè, de minuten die gespeeld zijn. Je bent nog geen vaste waarde bij AFC. Hoe komt het? Want je hebt 467 minuten gespeeld. Nou ja, we hebben een nieuwe trainer ja. Dit seizoen gekregen. En die zei gewoon heel eerlijk van luister, ik ken je nog niet goed. Dus ik wil je eerst zien. Nou, toen zijn we geswitcht van systeem, zeg maar. Dus hij zag mij eerst eigenlijk wel echt als aanvaller. Ja. En wij gingen 5-3-2 spelen. Heeft al 2 linksbacks, Guus Weerdenburg. En dan heb je Cody Klaver. Ja. Die heeft hij gewoon eigenlijk het eerste hele gedeelte gebruikt. En op de trainingen zag hij wel steeds van, nou oké, jij kan het ook wel. En toen oefenwedstrijdjes heb ik dat wel af en toe ingevuld. En nou, toen begon met wisselbeurtjes ook langzaam te spelen en meer minuten te maken. En nu toch genoeg overtuigd, denk ik. Ja, want ondanks dat je 476 minuten hebt gespeeld, ik zou je nog meer minuten willen zien spelen. Kijk ik altijd naar hoeveel vakjes groen een speler heeft. Dus als je kijkt naar... Slijngaard heeft hier een groen vakje op als hij heeft 3 assist. Hij heeft een goede voorzet die aankomt. Hij is goed met de passen in de derde fase van het veld. Maar als ik eigenlijk naar Cody Klaver kijk, is het een beetje jullie vaste waarde speelt vaak. Ja. Heeft natuurlijk 5 assists en 2 goals. En dat zijn natuurlijk mooie statistieken waar mensen vaak naar kijken. Maar als je voor de rest kijkt. Heeft hij niet echt uitschieters? Nee, ik denk dat het ook wel komt omdat we spelen dan die 5-3-2. Ja. En onze backs die wisselen met elkaar, zeg maar. Dus onze linker centrale, dus Guus van Weerdenburg en Cody Klaver, die mogen in de wedstrijd mogen ze ook gewoon wisselen. Ja. Dus dan hebben ze toch af en toe dat, nou hij staat ook heel vaak centraal, zeg maar. Dus hij komt dan ook weer niet in die zone, zeg maar. Nou, dat verklaart. En ja, ik denk ook dat, we halen het ook wel soms ergens anders uit, zeg maar. Het komt bij ons niet helemaal vanuit de backs. Wat je wel zou verwachten vanuit de 5-3-2 systeem natuurlijk. Alleen ik denk dat wij ook heel vaak vanuit het middenveld zijn gaan doen. Lopende middenvelders en die soort van het verschil hebben moeten maken. Aardige aanvallers met Ignacio en Platje. Ja. Precies, prima aanvallers. En vooral grote namen ook. Ja. Dus dan leun je toch net even ergens anders op. Nou ja. Ravensberg van Katwijk, die zei al, nou, die heeft assist. Die is goed in onderscheppingen, ook van balbezit en naar balverlies. Keypasses is hij goed in. Hij heeft een goede voorzet die aankomt. Het loopwerk wat je ziet, progressive runs en passes in de derde fase van het veld. Dat is een goede, dat klopt. Maar als je even naar jezelf kijkt. Ja. Interceptions. Je bent dus ook belangrijk in de omschakeling. Van balbezit naar balverlies met de ballen die je onderschept. Ja. Is dat ook iets wat de trainer met je bespreekt? Dat is iets wat hij aan het begin niet had verwacht van mij. Okay. om gewoon eerlijk te zijn, we hadden een gesprek vorig jaar in januari al en zeg maar echt het jaar hiervoor. En toen kwam hij, te wisten wat hij kwam en die zei hij over je zit zo af en toe een beetje luie speler. Ja. Zo oog ik oog heel nonchalant in het veld. En dat heb ik al vaker gehoord ook. Alleen toen heb ik me al verteld, ik zeg als er één aanvaller is die omschakelt en ook vuile meters maakt, dan ben ik het vaak wel. Nou, dat is dus denk ik wel te zien. Het valt op. Ja. Het valt op. Ja. En je bent een aanvaller. Ik sprak tot van me. Ik zeg, is hij nou aanvaller of is hij nou bek? Ja. Nee, echt aanvaller. Ja.
Alleen ik ben niet vies van om om te schakelen, zeker niet. En je hebt de hoogste, ondanks in die 64 minuten, heb je de hoogste keypass. Een keypass is in ieder geval een bal waaruit een schot op doel wordt gecreëerd of een kans wordt gecreëerd. Ja. Daar blink je in uit. Je hebt een goede voorzet die voor 50% van elke bal die je geeft aankomt. Ja. Maar je bent ook kopsterk. Is dat ook iets wat de trend? Ja, kopsterk. Ja. Aerial duels, gewonnen. Aanvallend of verdedigend dan? Nou ja, dit zijn alle kopduels maken. Dus je hebt... goede timing. Dat is het denk ik, want koppen kan ik niet. Dat is... 63% van de koppen. Ik denk dat er heel veel verdedigend koppen bij zit. Dat denk ik wel. Ik denk alleen maar. Maar als linksback of wingback is het belangrijk. Is dat heel belangrijk, zeker. Nee, dat is zeker waar. En die andere statistieken, ik denk dat dat gewoon komt omdat je bent altijd buitenspeler geweest. Dus een voorzet moet je kunnen afleveren, vind ik. Ja. Die key passes, ja, dat is ook iets wat je liefst doet. Mensen voor de golf vrijzitten. Maar dan, maar Cody Klaver heeft 5 assists, jij nu in dit geval 1. Ja. Maar als er meer van de key passes van jou worden afgemaakt, dan... Dan komen er ook meer assists bij, zeker. En dan, mocht het ook wel zo zijn. En dan kijkt de trainer ook heel anders. Zo zie je eigenlijk wat vernadeeld kan zijn als jij niet de persoon bent die afrondt, maar die ballen geeft. Ja. Exact, en dat is dus een ondergewaardeerde statistiek. Ja. En die Addo, die heeft nu 0 goals, 0 assist en een paar dingen in het geel. Maar waar hij dan weer goed is progressive runs en progressive passes. En ik ga jullie nu met 2 beelden laten zien wat ik daarmee bedoel. Want hij speelt dus linker centrale verdediger over linksback. En hij heeft echt een hele goede paas. Dus een paas over misschien wel 30 meter en gelijk in de aanvallende zone. Komt ook aan, 17 jaar. Kan dus de bal goed het middenveld inbrengen. Ook de bal van de ene kant naar de andere kant verplaatsen, kan hij ook heel makkelijk met zijn lange paas. Waardoor de vleugelspelers gelijk in de 1 tegen 1 komen. Dus dat is een belangrijke kwaliteit voor hem. Maar hij kan ook dus linies doorbreken. Dus hier heb je een bal. Dit wordt ook gevraagd. En dribbelen. Linies doorbreken waardoor er een extra optie komt. Ja. Vind ik wel knap van met zijn 17 jaar dat hij dat met zoveel lef daar durft. Hier pakt hij de bal af en gaat hij ook weer gelijk richting de afvallende zone. 17 jaar. En dit zijn ook acties die ik bij jou heb gezien. Dit is er eentje om in de gaten te houden. Nee, 17 jaar. Ja. 17 ben en het... Kijk, mensen onderschatten ons niveau wel eens. Zeg maar de tweede divisie, maar dat ligt nu, dat wordt steeds hoger, zeg maar. Ja. En dan denk ik inderdaad dat het voor zo'n jongen onwijs goed is om nu al in zo'n competitie te spelen in plaats van een, een A1 of onder 19 tegenwoordig. Ja. Dus dit is goed. En hier moet hij lekker in doorgaan, want dan komt hij er wel, denk ik. Ja. Ja. Volgende beeld is Van Ravensberg, maar jij zei het al. Hij valt op door zijn loopvermogen. Ja, is een harde werker. Hij kan ook die bal in die gevaarlijke derde fase van het veld brengen. Waardoor dus hier een goal uitkomt bij Katwijk. Je ziet hem hier ook weer lopen, maar hij kan ook die bal achter de verdediging leggen. Met zijn verkeerde been. Met zijn verkeerde been. En hij komt dus aan, accuraat. Goeie bal hoor. Ja, zeker. Goed anticiperend vermogen. Dus hij leest ook het spelletje, veel inzicht. En hij gaat gelijk rennen. Kijk hoe hij dribbelt. Ja. Ja, dit is Ravensberg hoe we kennen, zeg maar. In de competitie. Veel lopen. Die crosspaas. Is dat ook een paas die jij beheerst of waar je op traint? Ik beheers hem wel, maar ik ben toch wel meer van over de grond. Dus ik snij liever zeg maar linies open echt over de grond, zeg maar. Dan dat ik eerder door de lucht mensen bedien. Maar hij is er wel. Ik mag hem wel iets vaker gaan gebruiken, denk ik. Maar vooral met spitsen als Melvin Platje, die... Die aas daarop, zeg maar. Die vindt dat geweldig. Die wil ze eigenlijk liefst elke keer. Maar ja, dan moet je een beetje doseren natuurlijk. Maar een gretige spits is nooit verkeerd. Mm-hmm. Tot slot. Jij als vriend. Zie jij nog ontwikkelpunten voor hem? Koppen? Dat bleek heel goed te zijn. Hij heeft wel lengte. Ja, maar hij kan niet koppen. Maar... Ja, niet afvallen. Je moet het uitspreken. We hebben getraind, we hebben geprobeerd in de gym. Het lukt hem gewoon. Nee, koppen. Dat is niet zijn ding. Nee. Maar qua ontwikkelpunten, ja. Oh ja. Misschien moet hij gewoon even iets meer gaan scoren ook.
Maar dan heb je het dan... Nee, maar dan ga je weer als aanvallen. Maar dan zie je hem weer als aanvallen. Ja, maar het is geen schande als je linksback is, hè? Nee, wingback. Ja, wingback. Oké. Precies, die moet er veel opkomen. Hij is gewoon flank. Dat is zijn positie, gewoon links en lopen. Maar vind je dat je als wingback moet scoren? Nee, maar gewoon wel belangrijk zijn voor de ploeg. Dat druk je af in goals en assist. Dus hij mag meer assist en goals gaan proberen te maken, ja. Maar moeten we dat nog zo zien? Want volgens mij gaf hij aan dat ze bij AFC ook werken met data en beelden en dergelijke. Ja. Dus zijn dan daadwerkelijk de output als in een goal en een assist belangrijk? Als je dit systeem achter de hand hebt. In principe niet dan. Maar ja, dan ontwikkelpunten, ja. Dan is het moeilijk te zeggen wat hij moet verbeteren op dit moment dan. Ik zou zeggen koppen. Maar ja, ik word wel gek gehouden. Dat koppen staat hoog bij hem. Ja, maar zoals je zegt, dat is waarschijnlijk meer verdedigen. Ja, de training ook meegenomen. Ja, ik denk ook op de training is er niet veel. Op die moment in de gym dat jullie gingen trainen. Dat denk ik vooral, ja. Dat hij gewoon dat ook meegenomen. Maar voor de rest denk ik gewoon dat hij gewoon lekker moet spelen. Hij moet spelen en kan spelen. Lekker dribbelen als de beste. En gewoon heel veel keypasses geven, daar is je goed in. Ja. Wat geeft de trainer jou als ontwikkelpunt? Hij gaf wel aan inderdaad dat ik er vaker soort van echt bij moet zitten. En dan bedoelde hij vooral de momenten rondom de goal of inderdaad wel zo'n voorzet. Of gewoon, ja, dus die keypasses eigenlijk die we hier wel zien. Dus die geef ik waarschijnlijk wel gewoon door de linies heen, zeg maar. Maar echt in de laatste fase, zegt hij, dan moet je gewoon nog aanweziger zijn. Ja, dat is wel een goede feedback. Is een goede, inderdaad. Want dan krijg je inderdaad nog meer assists, nog meer goede, ja, belangrijke ballen. En dan ben je nog belangrijk voor het team. Dus daar zijn we al mee aan de slag gegaan, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Nou, misschien moet je deze beelden meenemen en zeggen van kijk, het is uitgebreid besproken. Precies. Dit is wat ik ga verbeteren, trainen. Ja, dat kan ik zeker doen. Zeker. Ja. En als je dan, als je nog goede data-analyst zoekt, dan heb ik hier eentje. Hij kost geld, hè? AFC heeft geld, hè? AFC heeft genoeg geld, toch? Ja, dat is waar. Zit goed. Worden spannende maanden, de laatste twee maanden, denk ik. Dat zeker, ja. En we staan volgens mij maar 1 punt voor, volgens mij, of 2 punten op Katwijk. 3 op Rijnsburg. Hun komen elkaar nog tegen, wij niet, gelukkig. Dus, maar we hebben het in onze eigen hand. Dus ja, maar dat maakt het niet makkelijker. Hè? Zeker niet. Dus je kan liever... Op ons staat de druk, zeg maar. Ja, precies. Ja. En je moet tegen die kleintjes die allemaal punten willen pakken. Het zijn ook geen kleintjes eigenlijk. Nee. Ja, we krijgen Quick Boys natuurlijk ook nog. Dus dat is ook inderdaad zeker geen kleintje. Alleen, het ligt allemaal in onze eigen hand. Ja. Mooi, mijn tijd is op. Ik ga je deze nog doorsturen. Dus ik krijg je van je. Ik heb een vergelijking met Cody. Ik heb een vergelijking met Vernon. Qua potentieel. En met Joey Ravensbergen. Waar jij ook... kan je voor jezelf nog even nakijken. Kan je misschien delen. Bij de trainer neerleggen. Ja, bij de trainer neerleggen. Ja. Dit is mijn potentie. Maar mijn tijd is op, jongens. Volgens mij hebben we in een 15 minuten toch wel wat... voor de eerste keer vandaag de tweede divisie behandeld. Ja. Wat vond je ervan? Ja, ik denk dat het een hele interessante competitie ook is. Dus om in te kijken, want het zijn vaak gewoon gasten die of het hoogste niveau wel ooit hebben gespeeld. Of het zijn inderdaad jonge talenten, zoals we net zien met Addo. Dat is een jongen die we misschien wel vaker gaan zien op de wat grotere velden, zeg maar. Dus dat is interessant. Misschien als het over de televisie kan hebben, dat je hem elke keer kan uitnodigen. Ja, dat is wel een goede, toch? Dat hij een vaste gast wordt voor de tweede divisie. Oh. Maar ik vind het wel een moeilijke zin daar, hoor. Wat? Verdedigend kopsterk. Ja, dat is wat ik eruit haal. Maar jij bent het dan niet mee eens. Maar tot. Kom gewoon eens even kijken. Kom gewoon even kijken. Ik ben binnenkort kijken. Tot. Sportpark, maar verdedigend genoeg. Koppen betekent alleen maar dat je moest te raken. Ja, maar hij kan hem ook niet raken. Maar kop, hij komt met zijn oog dicht. Dat mag niet. Dat deed ik ook. Ja. Maar ik woon ook voor mijn luchtduels. Verdedigend. Jongen ben je ook, hoor. Kijk, het verschil is, je hoeft niet te sturen. Je moet hem alleen maar raken, zodat de ander hem niet kan raken. Ja. Snap je? Dus daar zit een groot verschil in, hè? Ik weet niet hoe. Ja, ik zal je ook nog wel beelden opsturen. Ja, komt goed. Komt goed. Nou, dankjewel, Gio. Een hele interessante inzicht. Ik denk dat het sowieso ook voor de kijkers wel eens leuk is om te zien wat er in die tweede divisie rondloopt. Want zoals ik eigenlijk al een paar weken geleden naar jou toe kwam, hè, voordat er überhaupt Shegun op...
op het schema hadden dat hij zou langskomen. Dat zei ik al van, check eens in die tweede divisie van wat loopt daar nou eigenlijk rond aan talenten. Toen had je al een snelle scan gedaan en prompt in die wedstrijd tegen Utrecht kwam een van de jongens die je op de korrel had, die kwam daar goed uit. Dus ik denk dat we inderdaad wel meer in die tweede divisie ook moeten gaan vissen. Check. Ja, ja. Leuk competitie is dat hoor. Ja. Nou, leuk. Bedankt in ieder geval. Zijn we straks weer bij jullie terug. En dan gaan we eindigen met... De quiz. De quiz? Zeker. Zijn de mannen weer ready? Nee. Tot straks. Richmond zit aan tafel. Gio achter de schermen en... is niet best hoor. Shegun heeft bij onze laatste aflevering van vorig seizoen heeft hij de tweede plek gepakt met de quiz. Is niet waar. Dus we gaan kijken wat het niveau nu is. En afkijken. Wie er vandaag gaat winnen. Tot ik nog geen gescheld aan tafel, Luciano ik wil geen geklaag. Maar hij dacht me altijd uit. Hij zei, hij zoekt me altijd op. Focus je op jezelf en op je telefoon en op 10 vragen. Ja, 10? 10. En ik wil geen geklaag horen. Oké, sorry. We gaan naar vraag 1. Bas, ben je er ook klaar voor? Je bent gefocust hier. Mm-hmm. Moet even blijven aanraken. Ik heb Bas toch nooit zo gefocust. ik wil een keer winnen. We gaan starten, jongens. Vraag 1. Hij gaat eerst aftellen. 3, 2, 1. In welk jaar stond het Nederlands elftal voor het laatst zo snel achter met 3-0, net als tegen Frankrijk? Was dat in 1919, 1954, 1965 of in 2008? Ik heb gefokt. Ze hebben het bij die wedstrijd hebben ze het aangegeven toen de 3-0 werd gescoord. Dat het... Hé, hey, wie was deze vrouw daar? Shegun. Nee man. Nee man, dat was Bosje man. Ze hebben het gezegd toch? Ze hebben het net gezegd toch? We gaan naar vraag 2 jongens. Op welke leeftijd maakte José Lu... afgelopen weekend zijn debuut voor Spanje en scoorde hij 2 keer. Godverdomme. Was hij 26 jaar, 24 jaar, 36 of 32? Wat kijk je af? Hij scoorde, afgelopen zaterdag 2 keer. Iedereen weet dat. Ja. Topscorer voor Espanyol. En hij maakte een mooi debuut. Ja. Bosje gaat aan de leiding. Ole is in dit geval top. En die staat tweede. Ook, oh, maar zeggen Ole. Onze geluidstechnicus heet Ole voor de kijkers en voor de luisteraars. Maar Todd heeft nog een klein geintje uitgehaald. Luciano derde, Shegun vierde en Gio vijfde. Wie scoorde de openingsgoal voor Marokko in de gewonnen interland tegen Brazilië? Oh, dat heb ik ook gemist. Bilal Elkanous, Azedine Unahi, Hakim Ziyech en Soufiane Boufal. Heb je dit gekeken? Nee, man. No. Dat was... Oh, goed. Het was Boufal. Ik heb goed gehoord. Maar dat is gewoon verrassend, of misschien niet verrassend, hey, met 2-1 van Brazilië. Okay. Je hebt je punten, maar okay, ik wacht eerder. Oké, okay. Nou, dat is goed, man. Jongens, centraal. We gaan naar vraag 4, jongens. Sorry. Ik hoor nog geen geklaag, dus volgens mij gaat het goed. Curaçao speelt komende week tegen wereldkampioen Argentinië. Tegen welk land verloren ze afgelopen weekend? Was die mijne, zeg. Was dat Mexico, Canada, USA of El Salvador? Die weet ik. Team van Curaçao speelt... Canada. Aanstaande week. Je was wel sneller. India. Je had hem verkeerd, tot? Ja, ik heb Mexico. Ook vervelend voor je. Dat was Suke. Waarom zeg je dat? Ja, dat was Suke. Mexico was tegen Suke. Let op je scherm. Oh, ik blijf klikken. Okay, kleine tussenstand. Luciano nog steeds eerder. Shegun tweede. Tot derde. Richmond vierde. Je hebt street? Onze Braziliaan staat achter de coulissen en hij staat vijfde. Teams die Brazilianen weer, hè? Vraag 5. Met welk rugnummer speelt Shegun... bij AFC, is dat 17, 19, 18 ik of 20? Ik weet het niet, maar... Voor de scherpe kijker, hij was net ook in de beelden te zien. Ik heb het gezien, maar... 19. Ik heb 18, ik wist het! Nee, je wist het niet. Gaan we ooit voor dit is gewoon gratis. Maar dit is gewoon een gratis punt. Ja, je had ook kunnen opletten in die beelden. Als je die beelden goed had geanalyseerd. Dit is zo'n Ries-vraag. Jullie zagen hem rennen in de beelden. Ja, goed, jongen. Jongens, ik heb gevraagd om geen geklag. Ik zeg toch niks meer? De kijkers en de luisteraar willen ook genieten van de quiz. Ja. We gaan naar de tussenstand. Ga er mee in. Daar gaan we. We gaan naar de tussenstand en Shegun is gestegen naar plek 1, waar hij ook staat met AFC. Blijft hij daar staan? Het wordt spannend. We gaan naar vraag 6, jongens. In welke Europese stad wordt de finale van de Conference League in 2023 gehouden? Tirana, Praag, Amsterdam of Parijs?
AZ, die kan dit nog halen, jongens. Dus voor het Nederlands voetbal is het belangrijk. Oh, gaan we weer. Een aantal jongens hebben gegokt, denk ik. Ja, dit wist ik wel, man. Oké, Praag. Ja, Praag. Ja, okay. Ja, nu ben ik klaar, man. Gefeliciteerd, Todd. Mooi. Mooi dat je een vraag goed had. Hij staat toch twee. Vijf achter elkaar? Ja, man. Hij staat er. Yo, die telefoon even uit. We gaan naar de volgende vraag, jongens. Vraag 7. Alles moet goed zijn. Mm-hmm. Welke speler raakte zijn record afgelopen weekend kwijt aan topscorer van Engeland, Harry Kane? Was dat Andy Cole, Alan Shearer, David Beckham sowieso. Of Wayne Rooney? Sowieso. Tuurlijk. Met Alan Shearer. Nick? Twee mensen hadden Alan Shearer. We wisten toch allemaal dat Rooney stopt. Maar het was overtuigd Alan Shearer. Ja. Ik drukte bam! Premier League, ja? We wisten toch allemaal dat hij dat Rooney topscorer alle tijd. Ah, blijkbaar niet. Nee. Er waren twee mensen die het verkeerd hadden. Tot, ik hoor. Tot, Luciano. Ik hoor geen geklaag. Ik had hem goed. Ik weet veel, man. Ik had geen geklaag, jongens. Er komen straks nog twee vragen over vrouwenvoetballen. Dat wordt lastig daar. We gaan naar vraag 8, jongens. Laatste. Op hoeveel goals staat Memphis in het Nederlands elftal? 47, 43, 46 of 45? Gegokt. Fout. Nou, het waren de 43. Hadden de 44. Is goed. Eindelijk. Het hadden de 44 moeten zijn door die penalty. Oh ja, dat was maar het. Maar die scoorde natuurlijk niet. Scoort hij eindelijk punten? Staat hij nog steeds onderaan? Nou, ik sta onderaan, flikker. Hé, hey, let even op je taalgebruik met de kijkers. Kijk ook jongens. Ik zei flikker. Oh, slikker. We gaan naar de laatste twee vragen. Vrouwenvoetbal. Vrouwenvoetbal. Voor welk toernooi heeft de KNVB zich kandidaat gesteld samen met de Belgische en de Duitse bond? EK 2025, WK 2027, EK 2029 of WK 2031? Ik heb ook maar gegokt hoor. Het is een goede gok. Yes. Want het is het WK 2027. Wat heb jij gedaan? WK. Ik zag drie landen, dus het moet sowieso WK zijn. Oh. Heb je allemaal gelijk in. Spannend. Het wordt spannend. Laatste vraag. Welke oud-bondscoach van de Leeuwinnen is in de jeugd trainer geweest van Giovanni Sebeda? Weet ik denk ik. Richard Lynch. Is dat Sarina Wiegman, Vera Pauw, Mark Parsons of Andries Jonker? Ik denk dat ik het goed heb, maar ik weet niet zeker. Ja, was Andries. Ja, ik heb het goed. Ik vind zomaar. Het was Andries Jonker. Ik heb het goed. Bij... Tromgeroffel, nummer 3. De sokkenanalist met een inhaalrace. Oh, die is de laatste. Lekker, nummer 2, Shegun. Jongens, net als in Panama. Jongens, je weet het. Hi. Jullie weten het. Oh nee. Ja. Lekker, man. Vamos. Lekker. Tot is laatste, dames en heren. Olé is eerste. Tot. Tot, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe voelt dat? Dankjewel. Het voelt als een overwinning, natuurlijk. Ik heb gewoon te gretig gedrukt. Ja. Ja. Je bent gretig, je maakt die fout. Dat is druk. Je maakt die kennen tegen fout. Guillaume en ik hadden Andries Jonker bij de KNVB onder 12, West 1. Klopt. Dat weet ik. Daarom sta ik eerst, hè. Was een leuke, leuke ervaring. Shegun, ik heb nog een vraag van jou, aangezien de quiz nu klaar is. Heb je nog een leuke anekdote van je huidige periode bij AFC? Gebeurden gekke dingen in de kleedkamer, dansjes, muziek? Ik zie soms dingen bij Jurek voorbij komen dat jullie... Nee, we hebben altijd inderdaad de dansjes na de wedstrijd. Dus dat is er altijd, maar we hebben... Ja, we hebben een kledingman. Yeah. Die Hans, heet Hans. Hans, ja. Inderdaad, die is wel bekend bij een hoop, hoop tweede divisie volgers. Ja, die heeft een show, dat noemt hij de Indiaan of zo. En dat doet hij eens in het jaar en dan komt hij als een soort Indiaan-achtig aanlopen. En dan, dan begint hij een soort van op zijn fluit te spelen, noem het allemaal op. Dus dat zijn, ja, er gebeuren een hele hoop gekke dingen. We hebben natuurlijk een hele hoop gekke gasten in het team, maar... Ik kan nu niet even iets verzinnen, zeg maar, want we hebben echt te veel gekkigheid. Maar het is zeg maar wel redelijk professioneel, maar in dit opzicht is het ook gewoon plezier. Ja, blijf een kleedkamer. Waar amateurvoetbal zeg maar voor staat. Ja, blijf een kleedkamer dingetjes denk ik. Ik denk zelfs in de BVO heb je dit. Ja, natuurlijk. Maar dat komt nooit echt naar buiten, zeg maar. Nee. Nee, ja, bij ons zijn er wel eens beelden, ja. Ja, dat wel. Leuk. Leuk. Tot nogmaals. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dit was de quiz. Geen vooruitblik deze keer, want er was weinig op echt op vooruit te blikken, aangezien Nederland alweer kort op onze uitzending speelt. En verder waren het niet echt aansprekende wedstrijden in de Nations League. Dus we dachten, Shegun is er, we gooien weer een quiz. En hij is helaas weer tweede geworden. Dus misschien de volgende keer 3 maal scheepsrecht. Wie weet. En nu moet hij een keer terugkomen. Zeker. Ja. Zeker. Misschien weer de laatste aflevering dat we het wat groter aanpakken, publiek erbij.
Maar ik vond het knap. Johan Cruijff Arena, wie weet. Ja, je weet het nooit met dromen ons. Dromen kan altijd, ja. Ik geef het woord weer aan jou, Luus. Dankjewel. Ja, dankjewel, Ries. Was weer een aflevering om op terug te kijken. Interessant, inzichten van de tweede divisie. Shegun Owobowale hebben we leren kennen. Ja. Dus mooie aflevering. En een enerverende quiz, hè? Zeker weten. Het verandert elke keer niet. Ja, je ziet het. Elke keer geeft Richard het aan. Geen geklaag, geen gescheld. Doe maar op. Iedereen wil winnen. En dat gebeurt elke keer weer. Ik heb het niet gedaan. Nee, je hebt gewonnen. Ik heb gewonnen. Dus je weet nu hoe je het moet aanpakken. Ja, ja, zeker. Lekker, je moet niet laten afleiden. Je hebt helemaal gelijk. Ik heb je laten winnen. Hey, heb je laten winnen. Nou, in ieder geval voor de kijker. Voordat we gaan uitchecken, om het even zo te zeggen, wil ik jullie nogmaals erop attenderen. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Druk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent als er weer iets nieuws online komt. En ik wil alle tafelgasten bedanken. En in het bijzonder Shegun natuurlijk. Dankjewel dat je er was. Yes, dank jullie wel. En tot de volgende keer. Succes in de competitie. Succes in de competitie. Zorg dat jullie bovenaan blijven staan. Jullie kunnen zeker komen kijken. Ja, dat is leuk. Zeker. Is goed, dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ik wil verder OSV ook nog bedanken dat we weer hier mogen draaien. En voor nu dan tot ziens en tot de volgende.